Hey. Goeiedag. Ja, het is grote fan van superhelden. Goh, het is zo erg dat ik er zelfs mijn job in van kunnen maken. Strips, maar ook zelfs ja, actiefiguren, statues. Oh, zo van die mannetjes en zo van Batman en... Ja. Allee, dat is eigenlijk wel een droom. Ik ben een grote Spider-Man-fan. Bij ons buiten aan de winkel hangt hij aan de muur. Maar je ziet dat dan ook van wijd al. Denkt ook van, allee, hangt er naar iemand tegen de muur. Maar dat is dan ja, echt een levensgrote Spider-Man. Maar eigenlijk wint Superman toch gewoon altijd? Ja. Maar ik ga Spider-Man doen tegen Superman. Pas op, hè, want ik schiet met mijn wip. Dan denkt Superman, ja en dan juist. Hier, laserstraal uit mijn ogen, dood. Ja, maar je moet denken ook, bij Marvel hebben ze ook een Superman gemokt. Maar wat hebben ze gedaan? Want ja, die is supersterk. Niemand wint ervan. Ze hebben die schizofreen gemokt. En die is hun grootste tegenstander, is hemzelf. Dat vind ik ook altijd zo goed, die Batman, dat je toevallig altijd dat licht gezien heeft. Dus als die nou juist aan het eten is of die zit in bed of zo, dan ziet je dat toch niet? Stel je nou voor dat die Commissioner Gordon bij hem afkomt. Weet je wat, geef dat een nummer of we kunnen een gsm-nummer uitwisselen of weet ik veel wat. En een ander, we zetten het licht in de lucht, iedereen moet gezien hebben. Soms is dat ook gewoon een probleem. Als er een nieuwe film uitkomt, dan moet je ook altijd de eerste dag gezien hebben. Omdat je soms mensen net in de winkel... Die komen alles vertellen. En in het laat dan, en het eerste wat die zegt, is nog in de meter binnen in de winkel. Die film is een nugget. Han Solo, God doort, hè. En dan zie je echt 20 man in die winkel. Heel die weekend onder knoppen. Wat is het zotste dat je hebt meegemaakt in een winkel? Ik heb iemand, als ze een boek vastpakken, die beginnen hardop voor te lezen. Als de man is dan... En dan is van... En dan het geluidseffect. Soms denk ik ontwerken en ineens word je van achter de bam! En ook vuile boekjes. Natuurlijk. Het grappige is, dat is die van ons geweest, ik vind dat wel grappig. Die heeft dat heel dicht bij de kassa gezet, onderaan. Dat we altijd in doorhebben dat er iemand in zit. En dan weten we achteraf... Oh, ja, ja, ja. We hebben ook Japanse manga. Maar dat zijn vuile boekjes ook, hè? Er zijn er die op treintjes zijn. Maar ja, dat is de Japanse cultuur. Dat is die Japanse cultuur? Die stond, daar kun je niet aan doen. Dat is gewoon een kleine zelfstandige die moet kunnen rondkomen. En dat stiep vooral over mij, zou dat niet... God, ze doen dat veel tegenwoordig. Supergeup. Supergeup. Wat zouden mijn superkrachten zijn? De slechteriken in slaap zagen. Je gaat heel veel zzz in je strip voorkomen. Ze proberen dat veel, hè? Van de bekende mensen, de strip vooral. Onlangs de buurtpolitie, de strip. Maar dat verkoopt dan waarschijnlijk supergoed. Ja, voor bepaalde mensen, FC De Kampioen, dat marcheert nog altijd. Maar jij hebt echt aan een gehandicapte parking moeten installeren voor de winkel, voor die mensen te kunnen ontvangen. Ah, hier hangt hem met Spider-Man. Hier is Spider-Man. Ik kwam altijd hier doen. Het is een beetje veranderd na waar jij ervoor kwam. Zijn onderbroekjes of wat is dat? Erotiek ondergoed voor mannen, zeg maar. Echt? Erotisch ondergoed voor mannen? Ik denk dat ik even mee uitstappen.